Twee keer goud, één keer zilver. Dat was in Tsjechië volgens mij. Berlijn. Oh ja, Berlijn. Dat was de Europese kampioenschap. Daar, dat was het keerpunt. Dat was het keerpunt. De prijzenkast van zwemmer Mark Evers puilt uit. En daar moeten nog 3 medailles uit Rio bij. Ja, zeker zijn we in Rio geweest. Met de hele familie, het hele gezin is mee geweest. En ja, het is alleen maar genieten geweest. We hebben hem 5 weken moeten missen. Dus we zijn hartstikke blij dat we hem weer zien. Frank en Gitti zagen hun zoon vooral vanaf de tribune. Vandaag mogen ze hem na de huldiging eindelijk weer meenemen naar huis. Waar is hij nou? Ja, geen flauw idee. Ja, ik zie hem. Ah, daar is hij. Ah, hij is aan de andere kant. Ja. Geweldig, ja. Mark heeft een verstandelijke beperking en autisme. Tijdens de Paralympics pakt hij goud op de 200 meter wisselslag. De laatste baan, puur emotioneel, alles eruit gooien. Ja, en dan pees je ook nog een persoonlijk record uit, dat is ook nog lekker. Maar zonder de inzet van zijn ouders was hij nooit zo ver gekomen. De doktoren zeiden over mij dat ik niet eens zinnelijk zou worden, dat ik niks zou kunnen, niet echt een bal zou aan kunnen trappen, fietsen, echt helemaal niks. Dit zegt genoeg. Dit is kroning op het werk. En over 4 jaar is hij er gewoon weer bij.